Het hele jaar moet je wachten op dat ene moment. Dat moment dat de Sint en de Pieten weer in het land zijn. Maar dat wachten duurt lang. De hele lente, zomer en herfst luister je stiekem, wanneer je in bed ligt en niet kunt slapen, of je de Pieten al op het dak hoort. Waarom zijn ze er nou niet? En waarom komen ze nou niet vaker? Je zou dat zo fijn vinden. Maar er komt elk jaar weer een moment dat al het lief zijn en dat lange wachten weer wordt beloond. Dat moment dat Sinterklaas en de Pieten weer in het land komen. En dat moment is zo fijn, helemaal wanneer Party Piet Pablo, Love Piet en Meisjes Piet meekomen. Want dan kan het feest pas echt beginnen. 3 weken lang je grootste vrienden en helden zien, zingen voor de schoen, pepernoten eten en op 5 december die magische pakjesavond. Dan weet je, het is weer Sinterklaas. Ja, het is weer Sinterklaas. Met je stem, hè? Ben je helemaal klaar voor al die optredens van je? Hij is helemaal wat die moet zijn, Sinterklaasje. Ah, oh, ik heb zoveel zin in al die kinderen die dansen op de Pieter Sinterklaasmoes en die zingen op Pieterliefde. Ja, leuk, hè? Ja. Ah. Kom eens dichterbij. Het wordt een fantastisch jaar. Het wordt meer dan fantastisch, Sinterklaas. Love Piet. Hallo Sinterklaas. Zeg, is alles klaar, hè? Alles ingepakt voor vanavond als we de daken op gaan? We willen immers niet dat de kinderen foute schoencadeautjes in hun schoen krijgen, hè? Zeker niet, Sinterklaas. Ja, ik heb hier de laatste pakjes bij me. Deze is voor Bas en deze is voor Yvonne. Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Zeg, over vanavond gesproken, kleed je warm aan, want het is erg koud op die daken. Zeker weten, Sinterklaas. Mooi. Heel mooi. Sinterklaas en die irritante Pieten zijn weer in het land. Ja, die Sinterklaas en Pieten die mij altijd overslaan met het geven van cadeautjes omdat ik niet lief ben geweest. Maar daar gaat dit jaar verandering in komen. Vannacht gaan de Pieten het dak op en ik ga ervoor zorgen dat ik alle cadeautjes van de kinderen te pakken krijg. En dan hoef ik nooit meer lief te zijn. Om een cadeautje te krijgen. Mijn plannetjes zijn geniaal.
Oh, een meisjespiet. Hey. Goed dat ik je zie. Voor wie is dit pakje? Dit is voor Kevin. Voor Kevin? Ja, Kevin uit de Grote Straat. Kevin uit de Grote Straat, die zocht ik dan al. Die mag naar pakjeskamer 22. 22. Ga ik dringen, Sinterklaas. Heel fijn, meisjespiet. Stresspiet. Dus wat ben je met de staf aan het doen? Nou, ik ben staf even aan het oppoetsen en verzorgen maar even de grote beurt, ik ken het wel, hè. Als je maar voorzichtig bent, ik ben absoluut hartstikke voorzichtig. Nou, zet hem maar als je klaar bent in mijn werkkamer neer. Ja. Dan weet ik hem vanavond te vinden als we de dak op gaan, hè? Staf in de werkkamer, staf in de werkkamer. Ja, hou doen! Stress! Ja. Sinterklaas, alle pieten zitten er klaar voor. Bent u klaar voor de allereerste dakbespreking? Ja, de dakbespreking, dat vind ik altijd zo gezellig, hè? Ja, gaat u mee? Natuurlijk! Dag, Pieten. Zo, waar zijn we? Ja. Oh, ja, meisjespiet meldt zich. Goed zo. Hallo, ja, Sinterklaas. Piet, hallo. Nou, volgens mij zijn we allemaal compleet. Sorry. Goed, we zijn nu echt compleet. Ga zitten, Stresspiet. Waar was ik gebleven? Goed, vanavond jongens, is het zover. Dan gaan we de daken op. De daken op? Vanavond al? Ah, stress! Stresspiet, rustig. Doe het toch altijd? Oh ja. Ik heb een dakenplanning gemaakt. Dit jaar moeten we langs zoveel kinderen. Het lijkt wel alsof het er elk jaar meer worden. En al die kinderen die zijn super lief geweest, dus we moeten naar ze allemaal. Wat fijn, hè, dat we zoveel lieve kinderen hebben. Maar dat betekent dat we extra cadeautjes nodig hebben. Precies, en daarom heb ik een dakenplanning gemaakt. Ik deel hem eventjes uit. Kijk, alsjeblieft, bekijk hem maar even goed. Ja, en voor jullie ook. Zo, oh, meisjespiet. Ga jij eventjes door met het inpakken van alle cadeautjes, zodat we niet achter op schema lopen? Natuurlijk doe ik dat. Okay. Weet je, alle kinderen hebben een verlanglijstje. En dat verlanglijstje kan heel vaak veranderen. We moeten ervoor zorgen dat we heel veel cadeautjes op voorraad hebben. Precies. Als jullie goed op het schema kijken, kunnen jullie zien dat we vanavond eerst langs de dorpjes gaan. En daarna gaan we door naar de steden. Sinterklaas, ja. Is uw ring helemaal in orde? Mijn ring is helemaal in orde, Lof Piet. Nou, jullie weten het, hè? Wanneer een huis geen schoorsteen heeft en we kunnen op geen enkele andere mogelijkheid binnenkomen, dan klop ik gewoon twee keer met mijn ring op de deur. En de deur gaat open en we komen geruisloos binnen. Pablo, heb jij alle alarmcodes bij je? Ja, zeker. Hier heb ik alle codes van alle alarminstallaties, meisjespiet. Want die huizen zijn tegenwoordig zo goed beveiligd. Nou, fantastisch, Pablo. Heb je goed geregeld. Ja, ja. Het lijkt erop dat dit jaar vlekkeloos verloopt. Daar lijkt het wel op, meisjespiet. Oké, wie heeft er zin om de daken op te gaan? Ja! Nee, 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 dat kan harder. Wie heeft er zin om de daken op te gaan? Ja! Beste Pieten, om middernacht verzamelen wij ons hier op de binnenplaats. En als alle Pieten daar dan zijn, met volle zakken, met cadeaus en snoepgoed, dan trekken we het land in en gaan we de huizen binnen via de schoorsteen of via de voordeur. Dus zorg dat je vanavond op de binnenplaats staat om klokslag 12 uur. Ik ben klaar voor de nacht. Ik ben klaar om mijn plannetje uit te voeren. Voor die irritante Pieten en die vervelende Sinterklaas. Alle cadeautjes te stelen, zodat ik daar met alle cadeautjes kan gaan spelen. Ik ga eerst mijn plan even doornemen voor vanavond. Kijk hoor, Sinterklaas gaat met zijn Pieten naar de huizen en zal vervolgens met zijn Pieten de cadeautjes door de schoorsteen heen gooien. Komt dus terecht in de schoenen. Vervolgens gaan zij naar de andere huizen. Ga ik naar binnen, pak die cadeautjes uit de schoenen en die gooi ik dan in mijn zak. Ja, en dan met die zak ga ik dan naar buiten. En als ik dan buiten ben, doe ik die natuurlijk in mijn bakfiets. En dan fiets ik zo weer terug naar mijn huis. En dan heb ik alle cadeautjes. Wat fantastisch! Wat fantastisch! Wat briljant! Ik ben briljant!
Heerlijk, hè, Sinterklaas? Ja, Party Piet Pablo. Het is begonnen. Vanavond mogen we weer de daak op. Om alle kinderen blij te maken. Ja. Daar hebben we dan weer een jaar op moeten wachten, hè? Ja, precies. Het lijkt erop dat alles dit jaar vlekkeloos verloopt, Sinterklaas. Zonder problemen. En dat is heel uitzonderlijk. Ja, precies. Een jaar zonder problemen. Oh, het is ook wel eens fijn, hè? Ja, ja, precies. Ja. Ja, vanavond worden alle schoentjes rijkelijk gevuld met pepernoten. En alle juiste cadeautjes komen bij de goede kinderen uit. Ja, heel fijn, Sinterklaas. Zo fijn. Ja. Oh, nou ik jou toch spreken, hè? Ja. Hoe is het met je Pieterliefde? Love, Piet? Ja. Ja, heel goed, Sinterklaas. We kunnen elkaar echt alles vertellen. We hebben gewoon helemaal geen geheim voor elkaar. Het is wel echt de Pieterliefde. Mooi. Ja. Wat is liefde toch mooi? Kijk. Het is bijna 12:00. Middernacht. Dat betekent dat de kinderen op bed liggen. En dat de schoentjes gevuld kunnen worden. Oké, kom, we gaan, Sinterklaas. Ja. Zo, het is middernacht. Het moment van de waarheid. Ik pak al de zakken. Zo, voor de cadeautjes in te doen. Ah, zo. Op naar het kasteel van Sinterklaas. Op naar de Sint en zijn Pieten. Bukken, bukken. Die is lager. Bukken, ja. En 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Zakken, zakken. Zakken, zakken. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3. Wat ben je nou weer aan het doen? Love, Piet. Ik warm me op voor de nacht, hè. Het is hier zo enorm koud en ik heb het ietsjes warmer zo. Hey. Best wel een slim idee. Ja, zeker. Mag ik ook meedoen? Ja, doe mee. Kom verder. Arm zo. 1, 2, 3, 4. En 2, 2, 3, 4. Naar voor. Voor. Achter. Achter. Ja, nog een keer. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. En bukken. 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 Is dieper nog, hè? Dieper? Bukken, 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 ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo. En nu al wachten tot de Sint en zijn Pieten voorbij komen lopen. Zakken en de armen. Armpje, 1. Ja, goed zo. Een andere arm. Heel mooi. En de robotarm. De robotarm? Ja, natuurlijk. Woe, over hopla, de kop. En armpje weer. Ja. Hallo, Pieter. Sinterklaas, hallo. Hebben jullie je warm aangekleed voor vannacht? Ja, heel warm. En lekker opgewarmd. Echt mooi. Waar. Zullen we gaan? Heel mooi. We gaan inderdaad. Ja. We beginnen in de Molenstraat. Ja, en de Dekkersmillenstraat. Ja, zeker. Daarna gaan we door naar de Grote Straat. Ja, en Hofplein. Het Hofplein, natuurlijk. Daar ja. Wonen Dirk en Tamara. Ja, ja. Ja. Zijn, dan moeten we toch echt naar de Venduzi-laan, hoor. Ja, en de Dorpsstraat, Sinterklaas. Oh, natuurlijk, de Dorpsstraat, die zou ik bijna vergeten. Ja, want daar wonen Bart en Bram, ja. Daar, toch? Ja. En Imke ja. Ook. Ja, en de Lindeweg, Sinterklaas. Ja. En dan wordt Joep. Joep! Oh, Joep mogen we zeker niet vergeten. Ja. Ja. Zo, daar gaan de Sint en zijn Pieten. En nu weer achteraan. Ja, eens even kijken. Oh, inpakpiet. Zou jij dat huis met de strooipieten op je willen nemen? Ja. Ja? Fijn. Lof Piet, Stress Piet. Willen jullie samen dat huis daar binnen gaan? Jazeker, Sinterklaas. Heel fijn. Wat Piet Pablo, dan gaan wij dat huis aan de overkant doen, ja? Maar weet jullie wel hoe hoog dat huis is? Straks Piet, de kinderen slapen. Sorry. Goed jongens, en denk erom, hè. De juiste cadeautjes in de juiste schoentjes. Precies, ga je weer zitten, Klaas, kom. Juiste cadeautjes, juiste cadeautjes, juiste schoenen, juiste schoenen, juiste cadeautjes. Okay. Zoals Sinterklaas al zei, wij gaan die kant op. Ga je mee? Kom je nou toch?
Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ik moet kiezen, ik moet kiezen. Wat moet ik kiezen? Wat moet ik kiezen? In de midden met de type ontgut het in. Type ontkazen is. Ik ga rechts. Zo. Hier wonen heden en heden. Ja. Zullen we eens even gaan kijken of we ze een mooi schoencadeautje kunnen geven? Ja, maar Sinterklaas, ja? Op dit huis zit dus geen schoorsteen. Dus ik stel voor om de magische tovering te gebruiken. Lijkt me een uitstekende optie. Ja, ja, ja. Even kijken. En een stapje achteruit. Zo. Volgens mij moet hij open zijn. Gaat hij, hè? Ja. Ja, zo, kom mee naar binnen. Oh, nee, wacht. Ja. Op dit huis zit zo'n lawaaimaker, zo'n inbraakalarm. Ja, ja, ja. Heb jij daar de code? Ja, even kijken. Dit is nummer 13, dus even kijken. Die, ja, ja, ja. Dit is natuurlijk oh, oké, kom mee. Ja. Haley en Hayden hebben een cadeautje weer in hun schoentje, hoor. Ja, ik hoop maar dat ze het leuk vinden, hè? Ja, waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de overkant, naar nummer 34. Ja. Daar wonen Klaasje en Sophie. En daarna gaan we naar nummer 36. Daar wonen Soufian en Redouan. Ja, oké. Okay. Let's go, Sinterklaas. Ja, hè? De deur is dicht. Ik krijg hem niet open. En Sinterklaas kwam hier gewoon naar binnen. Nee, ik ga niet door de schoorsteen. Nee, Sinterklaas kwam hier ook gewoon binnen. Wacht eens even. Ik heb nog een pincet. Ja, hier gaan we de deur proberen mee te openen. Hij gaat open. En nu ga ik de cadeautjes pakken. Oh, een alarminstallatie. Oh. Wat hoor ik? Wat was dat? Stress, Piet. Stond als ik hiermee had gestresst. Ik schrik me helemaal te pletter. Sorry. Zal me wel verbeeld hebben dan. Op die sloten op de deuren van de huizen en die alarminstallaties. Wat moet ik nou doen? Wacht eens even. Wacht eens even. Ik denk dat ik het al weet. Ja. Ik ga me verkleden als Party Piet Pablo. Ja, de Sint en de Pieten die gaan naar de huizen toe, gaan daar de cadeautjes afgeven. En als dan 's morgens de kinderen wakker worden, bel ik gewoon aan. En dan zeg ik, ik heb vandaag de verkeerde cadeautjes afgeleverd. Geef de cadeautjes maar aan mij, dan kom ik eind van de ochtend weer terug met de juiste cadeautjes voor jullie. Maar dan heb ik al die cadeautjes en kan ik met die cadeautjes gaan spelen. Geniaal, wat geniaal. Ik ga gewoon naar bed, ga gewoon slapen, want des te eerder kan ik met mijn plannetje beginnen. Thank you.
anders klap je maar gewoon in je handen. Jongens, attentie allemaal eventjes. Ja, nou, welkom allemaal op de evaluatie van dag 1. Jullie hebben het super gedaan. Het ging supergoed. Oh, het ging inderdaad supergoed om met die mooie woorden van jou te spreken, Love Piet. Het ging geweldig zelfs. He? Alle schoentjes zijn gevuld, Pieter. Fantastisch goed gedaan. De juiste cadeautjes voor de juiste kinderen. En de juiste hoeveelheden snoepgoed en noem maar op. Dus ik wil graag een speciaal compliment geven aan meisjes, Piet. Bedankt voor het opstellen van die perfecte schema's. Graag gedaan, Sinterklaas. Meisjes, Piet. Hoe staat het met de cadeautjes voor vanavond? Oh ja, ik ben bijna klaar, Love Piet. Ik moet nog 10 cadeautjes inpakken en daar nog even de goede naam op schrijven. Nou, fantastisch, meisjes, Piet. Ik wil graag nog even wat toevoegen aan deze meeting. Ik vond het wel heel erg lief dat Teun een wortel voor Americo in zijn schoen heeft gedaan. Ja, dat was inderdaad heel erg leuk, Love, Piet. Ja, Sinterklaas, ik vind ze ook erg lekker. Ja, maar Piet, ik moet er wel even bij zeggen dat de wortels die de kinderen in de schoen doen, dat die toch echt voor Americo zijn, hè? Goed, Piet. Vanavond, klokslag 12 uur, verzamelen we weer op het binnenplein voor de tweede ronde. Dus zorg dat je uitrust en lekker fit bent. En dan zie ik jullie straks. Tot straks! Ja, tot straks! Mevrouw Suikerspin, nou, ik was toevallig net lollies aan het proeven, hè? Zodat we de lekkerste lollies hebben voor alle kinderen. U eet toch niet te veel, hè? Hoezo? Mag ik niet te veel lollies eten? Nou, want ik denk dat wij vanavond onze schoen mogen zetten. Oh. Echt waar? Ja, we zijn hartstikke lief geweest dit jaar. Oh, wat zou het toch leuk zijn, hè? Als Sinterklaas op visite komt. En Party Piet Pablo en Love Piet. En misschien Meisjes Piet ook wel. Oh, ja, ja, dat zou inderdaad fantastisch zijn. Zeg, en misschien krijg ik dan ook wel een cadeautje, hè? Zo'n klein gezellig schroefcadeautje. Of misschien zelfs wel iets van mijn verlanglijstje. maar waarom mag ik dan eigenlijk geen lollies eten? Ja, maar dan bent u misselijk. En dan is u morgen geen snoepgoed meer van de pieten. Oh ja, natuurlijk. Ja, daar heeft u wel gelijk in natuurlijk. Meneer Kaasgraaf, zouden wij vannacht misschien de poort van de toren open kunnen laten, hè? Dan kunnen de pieten makkelijk naar binnen en dan kunnen ze ons schoentje vullen. Ja, maar mevrouw Suikerspin, pieten klimmen over daken, door schoorstenen, noem maar op. Denkt u nu echt dat ze niet over ons poortje kunnen klimmen? Maar kunnen ze dat dan allemaal? Ja, natuurlijk kunnen ze dat. Oh, dus ze gaan door de schoorstenen? Ja, natuurlijk. Oh, nee. Meneer Kaasgraaf, wij hebben een heel groot probleem. Een groot probleem? Ja. Is de popcorn op? Nee, dat hebben we genoeg. Is de achtbaan vastgelopen? Die rijdt als een zonnetje, zoals altijd. Oh, ik weet het al. Ja? Weet u het echt? We hebben geen wortel voor Americo. Wortel? Ja. Nee, natuurlijk heb ik een wortel voor Americo. Dat zal ik toch niet vergeten? Nou ja, dan weet ik echt niet waar u het over heeft, hoor. Meneer Kaasgraaf, waar gaan wij onze schoen zetten? In de toren. Ja, maar de toren heeft geen schoorsteen. Dus de pieten kunnen niet naar binnen. Oh, ja, maar mevrouw Suikerspin. Ja? Het schijnt dat Sinterklaas een speciale ring heeft, hè? Ja, en met die ring kan hij de deuren openmaken van alle huizen waar geen schoorsteen op zit. Echt waar? Ja. Wauw. Nou, dan moeten we in ieder geval heel hard gaan zingen als we onze schoen gaan zetten. Toch? Ja. Oh, wat spannend allemaal. Ja, weet je wat ik ga zingen? Nou, wat gaat u zingen? Ik zing Sinterklaasje, kom maar binnen. Oh, nee, maar misschien kunnen we beter Sinterklaas kapotje zingen. Hè? Dat is mijn lievelings. Jij past altijd in ons piep, piep, piep. Pietenhart, jij wacht elk jaar met piep, 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 Pietensmart. Ja, mooie tekeningen maken ons piep, 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 Pieten blij. Pieten speciaal voor jou, en jij bent er speciaal voor mij. Thank you.
cadeautjes geven is het mooiste wat we jaarlijks mogen doen. Samen zingen Pieten liefde en Sinterklaas kapoen. En we hopen je te spreken bij je thuis of op je school. Nee, wij zijn niet meer te breken, want jij bent mijn idool. Jij past altijd in ons piep, 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 pieten hart. Jij wacht elk jaar met piep, 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 pieten smart. Ja, mooie tekeningen maken ons piep, 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 pieten blij. Pieten speciaal voor jou. Speciaal voor mij. Iedereen past in ons piep, piep, pietenhart. Iedereen past in ons piep, piep, pietenhart. Slaap lekker, lieve lof, Piet. Slaap lekker, Portiepie Pablo. Vandaag is het zover. Vandaag zal ik alle cadeautjes bij de kinderen weg gaan halen. Voordat ze met hun cadeautjes gaan spelen. Dus ik ga me omkleden als Portiepie Pablo. Ja. Zo, ik ga mijn pyjama uit. Broek aan natuurlijk. Zo. Wat zal ik ze verrassen? Ik zal alle cadeautjes te pakken krijgen. Zo. Zo, riemetje vast. Petje op van Pablo. Zo. Ja. Het jasje. Zo. Ha. Zo, ha, en nu nog wat roet vegen uit de schoorsteen. Zo, ja, de cadeautjes komen naar me toe, hoor. Ik kom eraan. Hey, Portiepie Pablo. Hé, waar? Ja, ik heb een foutje gemaakt vannacht. Wat voor fout? Nou, ik heb de verkeerde cadeautjes bij de verkeerde kinderen afgeleverd. En nu moet ik de cadeautjes eigenlijk omruilen. Dus als jullie nou je cadeautje aan mij zou willen geven, dan kan ik dat omruilen en weer aan het eind van de ochtend terug afleveren bij jullie. Hé, hoe kan dat dan? Geen idee. Ja, ik weet het ook niet, maar nou, geef je cadeautje nou maar, hè? Ja. Beloof je dan dat je aan het eind van de ochtend erg weer terugkomt? Ja, ik kom aan het eind van de ochtend kom ik terug. Hé, dan geef je cadeautje maar. Pak ze maar. Geef die voor jou maar, Helen. Ja, ja, zo, ja, dankjewel. Zo, dankjewel. Nou, tot vanmiddag dan, hè. Ja, nou, allee, dag. Doei. Dag. Oh, ik ben toch zo benieuwd wat erin zit. Ja, ik ook, hè. Ja, of ze überhaupt zijn geweest. Oh ja, dat is natuurlijk ook waar. Ja. Wat spannend. Kijk, hè. Ja, ze zijn gevuld! Oh, kijk echt! Fantastisch! Nou ja, dan zijn Sinterklaas en de Pieten toch nog geweest. Wat zou erin zitten? Ja, het kan natuurlijk van alles zijn, hè? Ik heb bijvoorbeeld een mixer gevraagd, zodat ik nog lekkerdere taarten kan maken. Ja, en een fiets. Maar dat zit er natuurlijk niet in. Nee, en ik heb een nieuwe pen gevraagd, hè, voor al mijn pretpark papierwerk. En een hele mooie rangerbroek, zodat ik met Caster Ranger weer op avontuur kan. Hé, er staat iemand voor de deur. Hè? Nu al? Zo vroeg? Nou, wat jammer. Ik wilde net mijn cadeautje openmaken. Dat wilde ik ook. En het park is nog helemaal niet open. Nee. Nou ja, laten we eerst maar even gaan kijken, hè? Oké. Zie ik dat nou goed? Het is hem echt. Ik zie het ook. Partiepie. Ah, dag, meneer Kaasgraaf, mevrouw Suikerspin. Even anders staan. Ah,
Dag, meneer Kaasgraaf, mevrouw Suikerspin. Goedemorgen, Partypiet Pablo. Wat leuk dat je er bent. Ja. Ach, wat leuk dat je er bent. Kom je voor het megazinspectakel? Nee, ik kom voor de cadeautjes. De cadeautjes? Ja. Maar wat is er dan mis met de cadeautjes? Nou, het zit zo. Er is iets verkeerd gegaan in de planning. Meisjespiet die heeft heel toevallig een fout gemaakt met de verkeerde planning aan in de schoentjes. En toevallig is dat naar de verkeerde mensen gegaan en zo. En dat toevallig is dat allemaal op de verkeerde lijst terechtgekomen en dat hebben we om moeten wisselen. En daardoor zijn de cadeautjes toevallig ook allemaal niet goed afgeleverd. En daarom, ik was toevallig hier en ja, ik denk, kom het gelijk even recht zetten. Ik snap er helemaal niks van. Nou, het komt er kort op neer dat de verkeerde cadeautjes zijn afgeleverd en ik moet ze omwisselen. Ah, maar waar zijn dan onze goede cadeautjes? Ja, die komen eraan. Dus wij moeten nu onze cadeautjes inleveren? Mhm, ja. En wanneer krijgen wij dan onze cadeautjes? Ik kom aan het eind van de ochtend met de juiste cadeautjes om ze om te wisselen. Nou, meneer Kaasgraaf, ik denk dat we ze dan maar moeten afgeven, hè? Want het is ook sneu als wij cadeautjes hebben van andere kinderen. Ja, daar heeft u wel gelijk in. Ja. En dan krijgen we natuurlijk vanmiddag onze cadeautjes ook, hè? Daar zijn we dan ook weer blij mee. Nou, goed. En Party Piet Pablo en... Dag, Partypiet Pablo. De groetjes aan... Groetjes aan Sinterklaas. Nou, die is ook snel weg. Ja, wat vreemd. Sinterklaas. Partypiet Pablo. Hij is af. De Sinterklaas-hit van dit jaar. Oh. Is hij af? Dat meen je niet. Oh, ik heb spontaan geen stress meer. Laat horen. Ik ben zo benieuwd. Daar komt hij hoor. Come on, Pieter Haar. Oh yeah, dit is Partypiet Pablo. Pieter Haar. Dit jaar doen we razend gek. Zijn erbij, yo! Zijn van de partij, yo! Een hype voor jou en mij. Het zijn Love and Party Piet, jij mijn favoriet. Yo! Dus geef me nou die beat, geef mij die beat. Come on, Pieter Haar. Want al mijn hits die zijn subliem. Hit na hit, elk jaar een beat, zang, bas en klaar. Mijn grote liefde is erbij, want Love Beat staat aan mijn zij. Samen willen wij haar schoen en gaan er cadeautjes in doen. Alle pieten zijn erbij, yo! Zijn van de partij. Yo! Een hype voor jou en mij. Het zijn Love and Party Piet, jij mijn favoriet. Yo! Dus geef me nou die. Come on, Pieter Haar. We gaan helemaal los. Zijn we er klaar voor? Laat je goed horen. Doe maar mee, want Sinterpieten zijn oké. Doe maar mee, want Sinterpieten zijn oké. Doe maar mee, want Sinterpieten zijn oké. Doe maar mee, want Sinterpieten zijn DJ. Come on, Pieter Haar.
Pieter, Pieter Haar. Pieter Haar. Zo, wat een fantastische hit, Paartenpiet Pablo. Wauw, hij is echt helemaal te gek, Pablo. Wacht even, ik heb telefoon. Hallo, met Sinterklaas? Hallo! Oh, het is de moeder van Heli en Heden, hè? Jullie weten wel, van Broer en Zus TV, hè? Alles goed met je? Nee? Wat is er aan de hand dan? Vertel. Pakjes opgehaald? Wie? Paartenpiet Pablo? Dat vind ik heel bijzonder. Ja, nou, ik ga het even overleggen en dan bel ik je zo wel even terug. Ja. Nee, is goed. Dag hoor. Paartenpiet Pablo? Ja? Ben jij vanmorgen aan de deuren geweest om pakjes op te halen? Oh, wacht even, ik krijg weer een telefoontje. Ja, hallo, met Sinterklaas. Dag, meneer Kaasschaaf. Hoe is het met mevrouw Suikerspin? Niet zo goed. Cadeautjes? Verwisseld? Wie dan? Paartenpiet Pablo? Nee, ik vind dat heel bijzonder. Ja, nee, dat heb ik niet met hem afgesproken. Nee, hallo, Stress Piet. Dat is echt niet waar. Dag, mevrouw, zegt u waar. Ja. Ja, nee, dat snap ik. Wat? Dat snap ik, dat het heel wat zegt u? Is. Ja. Cadeautjes gestolen? Nee, ik vind het ook fijn. En doe je dan wel? Paartenpiet Pablo? We gaan eens even kijken. Wanneer? Deze ochtend? Misschien is er een goede reden voor, hè? Ja, mevrouw, niet zo... Wacht. Ik bel u later wel even terug. Oh, groetjes aan mevrouw Suikerspin. Goed zo. Nou, dag hoor, meneer Kaasschaaf. Dag. Goed. Wat is het toch allemaal? Sinterklaas! Sinterklaas! Oh. Ik ben zojuist gebeld. Er zijn allemaal pakjes weggehaald en dat zouden ze omwisselen. Maar dat is nog nooit gebeurd. Wat moeten we doen? Het is allemaal onder controle, hè? Ik weet ervan. Ja. Zou je mijn telefoon even naar de werkkamer willen brengen? Ga maar rustig door met je werkzaamheden, ja. Hè? Ik ga het even oplossen. Paartenpiet Pablo? Ja? Ik heb even een vraag. Waar was jij deze morgen? Hier, Sinterklaas. Hier, in mijn studio. Juist. Weet jij dat heel zeker? Ja, heel zeker, ja. Je weet dat ik niet van liegen hou. Nee, niet liegen. Nee. Nou, ik zal het maar even uitleggen. Ik kreeg allemaal telefoontjes van mensen... die zeggen dat je daar aan de deur bent geweest... met het verhaal dat de schoentjesplanning van Meisjespiet niet klopte... en daardoor dat er verkeerde cadeautjes zijn bezorgd... en dat je daarom de cadeautjes kwam ophalen. Heb je dat echt gedaan, Pablo? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik was het niet. Je zou ze daarna komen terugbrengen, maar dat heb je niet gedaan. Oh, Pablo, jij bent een dief. Nee, ik ben helemaal geen dief. Ik heb niet gestolen. Oh, alle mensen bellen op en die zeggen dat jij cadeautjes hebt gestolen. Nou, er zal wel een kern van waarheid in zitten. Nee, echt niet. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, jongens. Goed, Stress Piet. Oh, ja? Ja, wil jij eens even nakijken bij wie en hoeveel cadeautjes er weg zijn gehaald? En wil je dat later tegen mij zeggen, hè? Ja, Stress, ja, oké. Okay. Uitval van cadeautjes weggehaald. Ja, ik ga het doen. Okay. Goed. Dit is vreselijk. We laten vanavond Paartenpiet Pablo maar thuis als ze de daken opgaan voor de zekerheid. Hè? Als de mensen nog bozer worden, dan kan dat wel eens heel gevaarlijk zijn voor het Sinterklaasfeest. Een cadeautje. Weer een cadeautje. Weer een cadeautje. Mijn plannetje heeft gewerkt. Ik denk dat dit... Oh, kijk nou. Kijk. Dat is een mooie loop. En dit cadeautje.
Ik denk dat hier een vrachtwagen in zit. Ja, een vrachtauto. Oh, eens kijken. Oh, kijk nou. Een tractor. Oh, het plannetje werkt fantastisch. Allemaal cadeautjes. Ik ga morgen gewoon weer als die Sinterklaas en die vervelende Pieter weer lang zijn geweest bij de kinderen. Gewoon weer als de nep. Party Piet Pablo langs bij de kinderen. Bel ik 's morgens gewoon aan. Ding dong. En dan ga ik vragen weer naar de cadeautjes. En dan krijg ik alle cadeautjes. Kijk nou hier. Oh, Pablo. Wat is het nou toch allemaal? Lovit, ik heb het echt niet gedaan, hoor. Hoe kan het dan dat je dan van iedereen de schuld ervan krijgt? Ze hebben je toch ergens gezien? Ja, ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Pablo, ja. Kijk me eens aan. Ja. Je weet toch dat je me alles kunt vertellen? Dat weet je toch? Ja, dat weet ik. Oké, als je zegt dat je het niet gedaan hebt, dan geloof ik je. Ja. We hebben verkering. Ja. We liegen niet tegen elkaar, nee, toch? Nee. We zeggen elkaar juist de waarheid. Ja. Want dat is echte Pieterliefde. Ja, dat is echte Pieterliefde. Samen pakjes maken. Samen s'avonds op de taken. Samen alles in de zakken. Samen pepernoten bakken. Samen slapen op de Pieterzaal. Samen voor het slapen een Pieterverhaal. Samen Pieterliedjes zingen. Samen door de schoorsteen springen. Pieterliefde, ik doe alles met jou. Pieterliefde, omdat ik jou vertrouw. Beleef met jou mijn avonturen, nee. Ik hoop echt dat dit nog lang mag duren. Want het is Pieterliefde. Met jou voel ik mij mega sterk. Samen met jou heb ik plezier in er. Samen met jou houden wij alle pieten op gang. Sinterklaas. Hey, stresspiet. Ja, stress. Inderdaad, heel veel stress. Ja, doe nou eens rustig. Wat is er nou aan de hand? Americo is er niet. Stresspiet, dat is toch geen reden voor stress, hè? Americo staat gewoon in de stallen. Nee, we konden toch lopen. Het is vlakbij, hè? Oh, dus geen enkele reden tot stress. Geen enkele reden tot stress. Geniet liever van die prachtige nacht, hè? Ja, het is een prachtige nacht, Sinterklaas. Ja. Het is na middernacht. Ja. Alle kinderen slapen. Ja. Dus het is zo meteen tijd. Ja. Tijd voor... Koffie. Stresspiet, geen tijd voor koffie. Nee. Tijd voor onze ronde over de daken. Hè. We moeten de schoentjes vullen. Ja. De schoentjes van Jan en van Tom. En van Dirk. En van Jannie. En ook van Peter. Huh? Ja. En ook nog van Ahmed. Huh? En Ronnie. Huh? En wie was dat ook alweer op de Ligusterweg? Tom, Paul, Evelien? Tom, Paul en Evelien, dat klopt. En Demi. Nou, en Demi er ook bij. Nou, dan mogen we wel opschieten, zeg. Voordat het licht wordt en de kinderen weer wakker worden. Oké. Ga maar rustig, hoor. We gaan deze kant op. Ja.
Ja, ik weet het, Annemarijke. Ik vind het zelf ook erg vervelend. Ja, maar je bent toch niet boos? Oh, nou, weet je wat? Ik zal dit tot de bodem uitzoeken, hè? En als je dan vanavond thuis bent, dan bel ik je even. Ja. Nou, dag hoor. Sinterklaas. Oh, Sinterklaas, ik krijg allemaal boze telefoontjes van hele boze mensen. En daar word ik zo gestrest van. Stress, Piet, rustig maar. Ik ben op de hoogte. Ik weet ervan. Ik ben al bezig met een oplossing. Al weet ik nog niet wat. Wacht even, hou vast. Hij staat op trillen. Met stress, Piet. Dag, mevrouw. Ja? Party Piet Pablo, vanochtend. Ja, cadeautjes opgehaald. Niet teruggebracht? Niet? Oh. Sorry. Oh, Sinterklaas. Party Piet Pablo doet het gewoon weer. Ik weet gewoonweg niet wat ik met Party Piet Pablo aan moet, stress, Piet. Ik bedoel, ik kan hem toch niet opsluiten? Nee, dat is een beetje overdreven. Ja. Maar wat moeten we dan? Al die boze mensen. Ik weet in ieder geval wat we niet moeten doen. Help. We moeten vooral niet de daken op gaan. Niet de daken op? Nee, we willen de problemen immers niet te erg maken, hè? Maar wat moeten we dan doen? Ja, we moeten terug. Terug naar Spanje. Nog voor het 5 december is. Nog voor het 5 december is? Ja. Geen pakjesavond, geen cadeautjes, geen schoentjes. Ah, stress! Dit kan wel eens het eerste jaar zijn dat het Sinterklaasfeest niet doorgaat. Pablo, het is er helemaal misgegaan vanochtend. Dat meen je niet? Ja, en Sinterklaas die weet geen oplossing meer. Hij wil zelfs teruggaan naar Spanje en het Sinterklaasfeest afblazen. Hij wil vanavond ook niet meer de daken opgaan om alle cadeautjes in de schoenen te brengen. En daar krijg ik de schuld van. Iemand doet zich voor als mij en steelt de cadeautjes. Dat is verschrikkelijk, Lof, Piet. Maar wie dan? Ik weet het niet, Pablo. Ik weet alleen wel dat alle kinderen ontzettend verdrietig zullen zijn als het Sinterklaasfeest dit jaar niet meer doorgaat. En ze zullen ook ontzettend boos worden op ons. We moeten een oplossing bedenken. Ja, maar wat dan, Pablo? Wacht eens even. Iemand doet zich voor als mij, als Party Piet Pablo, en steelt de cadeautjes. Hij weet dus precies waar we naartoe gaan. Dus waarschijnlijk achtervolgt hij ons. Als Sinterklaas en de Pieten de daken niet opgaan, moeten wij misschien wel gaan. En dan? Dan weten we dus precies waar hij naartoe gaat, kunnen we hem pakken en weten we wie de boef is. Oh, en daarmee kunnen we jouw onschuld bewijzen. Precies, Lof Piet. Vannacht gaan jij en ik de daken op. En Sinterklaas en de Pieten mogen van niks weten. Slim idee, Pablo. Dus, mondje dichten. Geen stress en kijk waar het heen moet. Geen stress. Oh. Alsjeblieft, Sinterklaas, de chocolademelk. Lekker stress, Piet. Daar was ik net aan toe. Ga je lekker slapen, jongen? Aan mijn best doen, Sinterklaas. Ja, geniet maar een beetje van je laatste nacht hier in het kasteel, hè? Morgen varen we terug naar Spanje. Met zo'n verdrietig nieuws, Sinterklaas. Ah, stress, Piet, dat weet ik toch. Maar ja, ik heb gewoon het gevoel dat de kinderen en de ouders ons niet meer willen hebben hier. Ik vind het zo verschrikkelijk nieuws, Sinterklaas. Ik bedoel, al die jaren, al die blije gezichten van de ouders, van de kinderen. En nu opeens dit. Ik snap het gewoon niet. Nee. Ik snap er ook niet veel van, stress, Piet. Maar goed. Des te meer reden om gewoon lekker te gaan slapen en het van je af te zetten, hè? Lekker te dromen over de leuke dingen. Ga maar lekker slapen. Slaap lekker. Rust. Zo, dat was huis nummer 40, Lof, Piet. Dit is huis nummer... Oh!
Dit is de toren van de Julianentoren. Hier wonen meneer Kaasraaf en mevrouw Suikerspin. Die gaan er even extra mooie cadeautjes brengen. Ja, wat een goed idee. Want in deze toren staan natuurlijk hele mooie schoenen. En die schoentjes moeten gevuld worden met de allertofste cadeautjes van de hele wereld. Van die cadeautjes die iedereen wil hebben. Toch, Pablo? Ah, die echt iedereen wil hebben. Kom. Dus ik moet morgen naar de schoentjes van meneer Kaasschaaf en mevrouw Suikerspin. En dan ga ik gewoon zeggen dat er iets mis is gegaan. En dat ik morgen met de juiste cadeautjes kom. Want als ik Baarten Piet Pablo en Loofpiet mag geloven, worden hier hele mooie cadeautjes gebracht. Ik kan niet wachten. Ze komen eraan. Zo, wat was hier weer, Lofiet? Ja, we hebben alle schoentjes gevuld en alle cadeautjes bij de schoentjes gezet. Ja, precies. Ik denk dat meneer Kaasraaf en mevrouw Suikerspin extra blij zijn met die extra mooie cadeautjes. Inderdaad. Kom, we gaan terug naar het kasteel. Zo, dit waren de laatste schoentjes. En morgen zal ik als neppe partypiet Pablo hier een bezoekje komen brengen. En alle cadeautjes stelen. Ik kan niet wachten. Zo, dat was stap 1, Loofpiet. Maar hoe gaan we dit verder doen dan? Morgen gaan wij naar de toren. Waarschijnlijk komt de slechterik daar aan en kunnen we hem pakken. Dan hoop ik dat hij ons gezien heeft. Ja, met dit touw gaan we hem pakken. En met deze porto's houden we met elkaar contact. We kunnen precies zeggen waar de slechterik zich bevindt. Maar Pablo, hoe zien we dat dan? Waarschijnlijk heeft hij alle cadeautjes dus bij zich. Alle gestolen cadeautjes. En dan kunnen we hem op hete daad betrappen. Dan sla ik een touw om hem heen en kunnen we hem naar Sinterklaas brengen. Dat is een fantastisch idee, Pablo. Morgen gaan we hem pakken en kan ik mijn onschuld bewijzen. Pablo, dit gaat ons lukken. Loofpiet, dit gaat ons zeker lukken. Kom op, Sinterklaas. Niet zo sip. Weet je wat het is, meisjes, Piet? Het enige dat ik wil, is de papa's, mama's, jongens en meisjes, opa's en oma's gelukkig maken. Maar in plaats daarvan zijn ze nu alleen maar boos. Ik denk dat we niet meer gewenst zijn in Nederland en Vlaanderen. Sinterklaas, dat vind ik helemaal niet leuk dat u dat zegt. Nee, dat is ook niet leuk, maar het is nou eenmaal wel zo. Vanavond vertrekken we. Gaan we dan toch de daken op? Nee, we gaan de daken niet meer op, meisjes, Piet. Nee, we gaan terug naar Spanje. Sorry, meent u dat nou echt? Ja, tuurlijk meen ik dat echt. De machinepieten die zijn de boot al op stoom aan het brengen. De kokspieten die zijn al het eten terug aan boord aan het brengen met de pepernoten erbij. En de kapiteinspiet is de kortste route naar Spanje aan het uitstippelen. Maar Sinterklaas, wat doen we met alle kinderen en alle cadeautjes? Die cadeautjes komen toch niet aan bij de kinderen, meisjes Piet. Ik heb de pakjespieten zojuist gevraagd om alle cadeautjes zo snel mogelijk uit het kasteel naar de boot toe te brengen. Tja, die gaan gewoon mee naar Spanje. En helaas niet naar alle kinderen in Nederland en Vlaanderen. Dat is slecht nieuws, Sinterklaas. Zo, een nieuwe ochtend. Ha, een dag om nieuwe cadeautjes te pakken te krijgen. Eens even kijken of ik alles bij me heb. De zakken waar de cadeautjes in kunnen. Check! Mijn Party Piet Pablo pak. Check! Roet op mijn gezicht. Check! De bakfiets staat klaar. Want daar gaan de nieuwe cadeautjes strakjes in om te vervoeren. Ik ben er helemaal klaar voor, hoor. Loofpiet, we zijn er klaar voor. Hier komt zometeen de proef tevoorschijn. En dan gaan we hem pakken.
Als jij bij de poort gaat staan en me een seintje geeft als hij er is, ga ik hier klaarstaan met een touw en ga ik hem om hem heen gooien en pakken we hem. Super, Pablo. Maar het is heel erg belangrijk dat we hem op heterdaad betrappen. Precies. Dus wat gaan we doen? We moeten eerst horen dat hij de cadeautjes steelt. Ja. Met al zijn smoesjes en dingen. En daarna pakken we hem. Los, Piet. Wij kunnen dit. Wij kunnen dit. Zit je klaar voor, Pablo? Zeker. Oké, succes, lieve Pablo. Succes, lieve Lof. Tadaa, laatste cadeautjes. En ik ben weer klaar voor vandaag. Dat is meneer van Triel. Pikkie, Lof, iets van Party met Pablo hierover. Pablo, Lof, zeg maar. Ik heb de poester uitgespot. En volgens mij ken ik hem. Over. Oké. Ik ben volledig in positie, klaar om te pakken. Wie is het? Ik denk dat het meneer van Driel is. Meneer van Driel? Dat meen je niet. Over. Pak hem, oké? Ik kom eraan. Ik ga mijn best doen. Laatste cadeautjes en dan was het dan weer voor vandaag. En dan kan ik weer alle cadeautjes gaan spelen. Zo. Zo, wie hebben we daar? Volgens mij is dat Party Piet Pablo. Nou, dat is echt Party Piet Pablo. Hallo. Ja, volgens mij hebben wij nog wat cadeautjes van jou te goed. Precies. Nou, daarom ben ik dus hier, om dat even te vertellen. Het is zo dat Meisjes Piet niet de cadeautjes aan mij terug heeft gegeven om het om te ruilen. Maar dus ja, ik heb dus geen cadeautjes. En Meisjes Piet had hij eigenlijk aan mij moeten geven. Dus ja, ik heb nu geen cadeautjes. Dus ze heeft het voor zichzelf gehouden. Vandaar dus het, ja, het is niet mijn schuld. Echt waar? Ik heb het wel. Ach, meen je dat nou? Ja, toevallig is het vandaag weer verkeerd gegaan. Alweer? Ja. We zijn weer verkeerde cadeautjes afgeleverd. En ja, dus geef de cadeautjes dan aan mij mee terug. Dan kan ik ze omruilen. Dan kom ik eind van de ochtend kom ik terug met de juiste cadeautjes. Echt niet. Nou ja, goed. Als dat dan moet, dan, ja, dan moet dat maar alweer, hè? Ja. Hij doet het weer. Ik had gelijk. Maar dit keer ga ik hem pakken. Nou ja, goed, deze zat in mijn schoen. Ja. Dank u wel. Ja, en deze in de mijne. Ja, dank u wel. Wat krijgen we nou? Huh? Wat? Twee Pablo's. Wat? Twee? Hoe bedoelt u? Zo, nu heb ik jou. Waar denken wij mee bezig te zijn? Oh, ik ben erbij. Hoezo, je bent erbij? Heb jij ons soms iets uit te leggen? Oh, ik heb me verraden, geloof ik. Dat geloof ik ook, ja. Wat heeft dit te betekenen, meneer Van Driel? Hij leek verdacht veel op mij. Ik heb eigenlijk nooit cadeautjes. Omdat ik die lief ben. En dan denk ik een Party Piet Pablo pak aan. Om alle cadeautjes te stelen. En daar krijg ik de schuld van. Ja, sorry. Party Piet Pablo. Leg dat maar eens even uit aan Sinterklaas. Ja, leg dat maar eens even uit aan Sinterklaas. Ja, leg dat maar eens even uit aan Sinterklaas. Ja, leg dat maar uit aan Sinterklaas. Dus toen heb ik me verkleed als Party Piet Pablo en, om alle cadeautjes te stelen. Sorry, Sinterklaas. Ja, Van Driel, ik kan mijn oren bijna niet geloven. Dankzij jouw plannetje is het Sinterklaasfeest bijna niet doorgegaan. Sorry, Sinterklaas. Ja, dan kun je wel sorry zeggen. Maar in het hele land hadden we bijna alleen maar verdrietige kinderen. En dat allemaal door jouw plannetje. Ja, dat weet ik, Sinterklaas. Oh, Sinterklaas, we moeten snel tegen alle kinderen gaan vertellen wat er is gebeurd. Dat Party Piet Pablo helemaal niks gestolen heeft. Ja, Lof Piet, dat moeten we inderdaad gaan doen. Nou, toch allemaal wel erg goed nieuws, hè? Goed nieuws? Ja, goed nieuws. Hè? Het is toch opgelost? De spakjesavond en daarmee het Sinterklaasfeest kunnen gewoon doorgaan.
Maar Sinterklaas, ja. Wat doen we dan met die meneer Van Driel? Oh ja. Kijk eens aan, Van Driel, jongen. Pak deze maar eens aan. Huh? Meneer Van Driel mag namelijk het hele kasteel gaan schoonmaken als wij na pakjesavond weer terug gaan naar Spanje. Want dan hebben we vakantie. Hè? Lekker zwemmen in de zee en genieten van de zon. Waar we wonen, in de Spaanse zon. In de Spaanse zon, hey, 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 hey. Waar het ooit begon, oh ja. De burg heb in zomer. Dus ga je mee. En lekker zwemmen in de Spaanse zee. De zon, 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 zon in Spanje. Met cocktails en kinderchampagne. Parapa, parapa, rapapa, para. Parapa. Zwembroek, zwem ik in de zee. Zwem ik in de zee. En Sinterklaas die gaat ook mee. Amerika die staat weer te grazen in de wei. Grazen in de wei. Oh, wat zijn we blij. We hebben zomer, dus ga je mee. En lekker zwemmen in de Spaanse zee. Zon, 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 zon in Spanje. Met cocktails en kinderchampagne. Vol cadeautjes, kleintjes tot heel groot. Heel groot, oh zo groot. Want dan zijn we fit en volop klaar. Vol fit, volop klaar. Voor de kindjes en een mooi nieuwjaar. Klaar voor een heel nieuwjaar. De zon, 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 zon in Spanje. Met cocktails en kinderchampagne. Parapa, parapa, rapapapara. Parapa, parapa, rapapapara. Zon, 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 zon. Samen met de Pieten. Pepernoten overal, tijd om te genieten. De Pieten zijn de bom, dat zul je vast wel weten. Maar de Sint mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baard. Sinterklaasje, zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, en heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaasje. We roepen naar de Sint, hey! Roepen naar de Sint. Hey! We roepen hard, hard naar de Sint. Hey! De Pieten zijn erbij, hey! Je lijkt dat zijn bij. Hey! Dit is de move voor jou en mij. Dit is de Pieten Sinterklaas move. De Pieten Sinterklaas move. De Pieten Sinterklaas move. Wij zijn te gek, oh yeah, wij zijn te gek. Wij zijn te gek, oh yeah, wij zijn te gek. De Pieten komen langs, 's nachts op de daken. In de sneeuw, in de kou, om schoenen vol te maken. Dus wees een beetje lief, we gaan je niet vergeten. Want we kijken, je moest eens weten. We roepen Sinterklaasje.
met zijn grote lange baard. Sinterklaasje zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje en heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaasje. We roepen naar de Sint, hey! We roepen naar de Sint, hey! We roepen hard, hard naar de Sint, hey! De pieten zijn erbij, hey! Lijf, dat zijn wij, hey! Dit is de move voor jou en mij. Dit is de Pieter Sinterklaas move. De Pieter Sinterklaas move. De Sinterklaas move. Wij zijn te gek, oh yeah. Wij zijn te gek. Wij zijn te gek, oh yeah. Wij zijn te gek. En op 6 december zeggen wij de kinderen weer gedag. Maar volgend jaar zijn we fris en fruitig terug met veel gelach. De Pieter Sinterklaas move. De Pieter Sinterklaas move. De Pieter Sinterklaas move. De Pieter Sinterklaas move.